Oh man, this is really something. It is almost impossible. Wow, dat is een moeilijke. Altijd bekende Nederlands. Ja, zeker. Zo, One hit in the States. Amerika is gewoon heel groot. Dan ben je hier niet bekend, fijner. Als je een hit in Amerika hebt en je hebt zoveel views, gaat die worldwide. Dus. Nog hoger. Je stem wordt 2 octaven hoger, dat is helemaal niet erg. Dat is super vet. 2 octaven hoger, gewoon opeens. Nou, 2 octaven hoger, dat kan niet, man. Dan kan ik helemaal niks. 2 octaven hoger, gewoon dan ben je Mariah Carey. Dan ben ik Mariah Carey. Ja, ja, dat zou kunnen. Nee, dat is echt Chipmunk, volgens mij, hè. Nee, dat is ook... Nee, dan... Ja. Dan doen we het toch maar digitaal, want dan speel ik wel een ander instrument. Ga ik piano leren spelen of zo. Oh. Sorry, nog een keer. Jonge. Een B-artiest. Eeuwige B-artiest is wel kloot, hoor. One time famous. Is cool. Ja. Yeah. Bij mij gaat muziek gewoon om respect, weet je. Ik wil gerespecteerd worden in de muziek die ik maak. Respect. En als ik dat 1 dag krijg, dan ben ik in ieder geval blij mee die dag. En als ik dat nooit krijg, dan, ja, dan voel ik me eigenlijk gewoon kut. Fuck, wat is dit voor vraag? One day fly. Nee, maar dan ben je ook een B-artiest. Kijk, als B-artiest sta je gewoon op piratenfestijn. We doen B-artiest. Maar dan schrijf je wel altijd B-artiest. B-artiest. You just have to be one time famous. I think, you know, that's all. We gaan voor Nick. Nick. Nick Drake. Wie is Nick en wie is Simon?